Dit zijn de avonturen van de drie-eiige drieling. Sap. Ik ben de baas. Piet. Vinden papa en mama nooit goed. Tom. Ik heb een plan. Of zoals hun ouders hen liefkozend noemen. Sappietom! Ja! Wat heeft hij nou weer? Dat kun je ook aan hem vragen. Tom, wat heb je nou weer? Hij heeft verloren. Wie heeft wat verloren? Met pijltjes. Je bent je pijltjes kwijt. Waar heb je ze het laatst gehad? Ik niet. Hij. Wie is zijn pijltjes kwijt dan en waarom moet jij daarom huilen? Waar heeft hij ze het laatst gehad? Hij heeft verloren met winnen. Praten werkt het beste als je duidelijk bent. Over wie heb je het, Tom? De kampioen. Kampioen tranenstorter. Welke kampioen? De pijltjeskampioen. De pijltjeskampioen? Hij was al 10 jaar het beste en nu heeft hij verloren. Oh. En waarom vind je dat zo erg? Ik vind het zielig. Ja, ik vind jou ook zielig. En jij bent ook zielig, Piet. Nou. Niet zeuren, maar sleuren, wat gaat er gebeuren? Niet mouwen, maar sjouwen, wat gaan we nu bouwen? Niks doen is, niks doen is, niks doen is duf. Niks doen is, niks doen is, niks doen is suf. Niks doen is, niks aan, niks aan. Niks doen is, niks, niks gedaan. Ja! Gaat het weer een beetje, Tom? Ik vind die nieuwe pijltjeskampioen helemaal niet aardig. Je moet gewoon even wennen. Dat is de natuur. Alles verandert altijd. De dinosaurussen zijn uitgestorven. Er heeft iemand op de maan gelopen. Jij hebt zoveel gehuild dat je tranen op zijn. Piet, hou je mond. Papa en mama krijgen geen kinderen meer. 1 drieling is blijkbaar genoeg. Piet, hou je mond. Sap denkt dat ze de baas is, maar dat is niet zo. Dat is wel zo. Eigenlijk is Tom de baas, want die is het oudste. Ben ik de baas? Ik ben de baas, want jij huilt veel te veel. Nou, als Tom niet de baas is, ben ik nog altijd de baas, want ik ben als tweede geboren. Ja, maar jij bent altijd aan het zeuren. Dus jij kunt geen baas zijn. Ik ben de baas. Maar als een koningin kinderen krijgt, dan is de oudste toch de volgende koningin? Ja, Tom, jij bent de koningin. Allemaal buigen voor koningin Tom. Oh, en zijn de volgende kinderen dan gewoon prinsessen? Ja, en die moeten bukken voor koningin Tom. Prinses Sap bukt voor koningin Tom. Ik ben geen prinses. Speel nou een keer mee. Prinses Piet bukt voor koningin Tom. Waar is mijn kasteel? Dat is een goede vraag. Ja, maar dat is een slecht antwoord. Ik heb een plan. Ja, fijn. Een plan van Tom. Dat vinden papa en mama niet goed. Hoe weet je dat nou? Ik zeg het maar vast. Wat is je plan, Tom? Koningin Tom heeft een bevel. Er wordt een kasteel gebouwd. Ja, gaaf. Schitterend plan. Ja, echt. Een vraagje. Wie dan, waar dan, waarvan dan? Dat zijn 3 vragen, Piet. Oké, ik heb 3 vragen. Papa heeft zandzakken gekocht. We bouwen een zandkasteel. Schitterend idee, prinses Sap. Dank u, koningin Tom. Ik heb een opmerking en een vraag. Zeg het maar, prinses Piet. Dat vindt papa nooit goed. En waar doen we dat dan? In de tuin. Veel te koud. Dan doen we het hier. Een zandkasteel? Binnen? Goed idee. Nee, helemaal niet. Je gaat toch niet binnen een zandkasteel bouwen? Jawel, want wonen doe je binnen. Dat is het motto van koningin Tom. Wonen doe je binnen. Moeten jullie allemaal zeggen. 1, 2, 3. Wonen doe je binnen. Maar ik ga geen zakken zand de trap opslepen. Nee, daar heb ik ook niet zo'n zin in. Nou, we doen het in de woonkamer. Goed idee, koningin Tom. Papa en mama zitten toch te internetten boven. Die hebben er geen last van. Nee, die zullen er heel blij mee zijn. En wij ook, want ons motto is... Wonen doe je binnen. Prinsessen, haal de zandzakken. En de koningin helpt mee. Natuurlijk, want ik ben een goede koningin. Joepie. La 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 la. La 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 la. Dat was een goed idee. Echt waar? 3 zakken zand in de woonkamer is een goed idee? Ja, prinses Piet. Nee, om ze niet de trap op te dragen, want ze zijn echt zwaar. Ik ben al bek af. Zullen we tv kijken? Nee, we gaan een zandkasteel bouwen. Goed gesproken, prinses Piet. Ja, er is een klein probleem. En dat probleem heet prinses Piet. Nee. Ja. Nee, het probleem is hoe krijgen we die zakken open? Dat is een goed probleem, prinses Piet. Maar van complimentjes gaan die zakken niet open. Ja, ze zitten stevig vast. Een
schaar. Een schaar? Waar? Keukela. Ik haal hem. Als je loopt met een schaar bij de punt vasthouden. Dank u wel, juffrouw Piet. Ik ben geen juffrouw, ik ben een prinses. Ik heb de schaar. Wie gaat knippen? Want pap gaat vragen wie dat heeft gedaan. Dat is wel echt iets voor de koningin. Iets openmaken met een schaar. Landgenoten, op deze feestelijke dag verklaar ik deze 3 zakken zand voor geopend. Zo, daar komt nog best veel zand uit. Het is veel meer dan ik dacht. Knap, hè? Dat ze dat er allemaal in gekregen hebben. Wij zijn nog veel knapper als wij het er straks allemaal weer in krijgen. Nou, bouwen maar! Moet er niet eerst een ontwerp komen? Ik ga een ontwerp maken en dan beginnen jullie met bouwen. Uitstekende opdracht, prinses Sap. Dank u, koningin Tom. Het zand is veel te droog. Daar kun je helemaal geen kasteel van maken. Goed gezien, prinses Piet. We moeten het nat maken. Ik haal een emmer water. Wat een fijne koningin. Ze doet alles zelf. Ben je jaloers dat jij de koningin niet bent? Nou, ik zou wel een betere koningin zijn. Want ik zou niet in huis met zand gaan rommelen. Misschien moet je zorgen dat er iets met de koningin gebeurt. Want dan word jij de koningin. Omdat jij de tweede bent. Ja. Ik heb water. Een kuil maken midden in het zand en daar het water in. Ja. En nu gaan de prinsessen bouwen. De koningin kijkt toe. Waar is mijn troon? Die is er straks pas, in het kasteel. Ze gaat onder de tafel zitten wachten, in de koets. Ik ga in de koets zitten. Maar het was geen koets, het was een gevangenis. Dat is niet eerlijk, ik ben de koningin. Waar zou de koningin toch zijn? Onder de tafel. Wat moeten we nou zonder koningin? Ik zit onder de tafel. Het land kan niet zonder koningin. Ja, ik doe niet meer mee. Dan ben ik de koningin. Hoera, we hebben een koningin. Ja, onder de tafel. Jij doet niet meer mee. Oh nee. Ik ben koningin Piet en mijn eerste opdracht is ruim de zakken zand op voordat papa en mama beneden komen. Wil je een goede koningin zijn? Koningin Piet is een topkoningin. Dan moet jij het opruimen. Oké, maar dan ben ik de koningin. Leve de koningin Piet! Stomme koningin. Eerst ga ik zoveel mogelijk water weghalen. Doe dat, koningin Piet. Ik ga even naar de wc. Kom, Tom. Ik zit toch in de gevangenis? Ja, maar ik heb je stiekem bevrijd. En we gaan tegen papa en mama zeggen dat Piet met 3 zakken zand en water in de kamer aan het spelen is. Dat is gemeen. Ja, maar ik ben de baas en dat was Piet even vergeten. Maar straks weet hij dat wel weer. Kom, ik ben koningin Sap. Een koningin zonder kasteel. We willen eerst gillen, bewegen met billen. We willen eerst gillen en dan lekker chillen. Niks doen is niks doen is niks doen is duf. Niks doen is niks doen is niks doen is suf. Niks doen is niks aan, niks aan. Niks doen is niks, niks gedaan. La 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 la. La 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 la. Het was gemeen. Jij was ook gemeen. Zachtjes, we mogen niet praten. Ik geloof niet dat papa en mama ooit zo boos zijn geweest. Vooral op Piet. Niet. Ze hadden het heus wel door. Waardoor? Nee, ze hadden door dat ik het niet alleen had gedaan. Ik wilde het helemaal niet. Het was jullie idee. We hebben het met z'n 3 gedaan. Behalve het opruimen. Nou, dat hebben Piet en ik gedaan. Ja, maar ik moest heel erg huilen. Heb je dat onpres gedaan? Heb je dat expres gedaan? Ja, want ik ben de koningin en dat waren jullie even vergeten. Ik ben de baas. Ja. Ja. Wat gemeen. Ik doe niet meer mee. Ik ook niet. Ik ga slapen. Doei. Ik ook. Slaap lekker. Ik bedoel, doei. De hele kamer lag vol zand. Wonen doe je binnen. Zachtjes. La 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 la